Op de muur nabij de watertoren aan de Centuurbaan is gisteren een bord onthuld ter ere van professor Jan Hendrik van den Berg. Een speciale dag omdat van den Berg precies 100 jaar geleden werd geboren. In het bijzijn van zijn weduwe en kleindochter werd het bord onthuld. Ik vind het een heel mooi bord, ik vind het heel beschaafd. Het staat er precies zo op zoals die geweest is, wat hij bedoeld heeft met zijn wetenschap. Het is echt heel duidelijk. Het is ontroerend. We zeiden net tegen elkaar, we zijn heel ontroerd dat er zoveel aandacht nu nog voor mijn man is. Van den Berg werd in 1955 hoogleraar fenomenologie aan de Universiteit van Leiden. Fenomenologie is een tak van de moderne filosofie die zich bezighoudt met de beschrijving en klassificatie van verschijnselen. Door de jaren heen bouwde van den Berg een indrukwekkend oeuvre op, met vooral publicaties over psychologie en psychiatrie. Zijn meest bekende werk is Metabletica. Dit werk is maar liefst 26 keer herdrukt. Van den Berg wordt gezien als een van de meest vertaalde auteurs van Nederland. Mijn man was beschouwend, psychiater. En daarbij ook heel filosofisch ingesteld, religieus ingesteld. En dat is uiteindelijk de basis waarop wij elkaar gevonden hebben en waarvan we ook geleefd hebben. Ik tikte ook zijn boeken uit later. En daar leer je ook heel veel van. Ook, laat ik zeggen, het gebruik van de Nederlandse taal van mijn man. Dat was ook heel mooi om dat te doen. Ik heb ervan genoten om dat allemaal te mogen overbrengen in een typoscript. Van een manuscript naar een typoscript. Weduwe en kleindochter kijken met weemoed terug op het leven van hun man en opa. Hij kon prachtig vertellen. Hij kon ook heel fantasierijk vertellen. Met heel veel humor. En ook daarin ligt verscholen de taalgevoeligheid en de rijkdom van alles om ons heen. En de kijk die je kunt hebben op dingen en die voor iedereen weer anders is. En dat is echt een rijkdom. Dus het is eigenlijk een geweldige tijd geweest. En het is voorbij gevlogen. En nu kijk je achterom en dan denk je, oh, waar is die tijd gebleven? En nu moeten we door met onze herinneringen, hè, Jacqueline? En die zijn mooi. In het najaar zal er een groot symposium zijn over Van den Berg's leven en werk. Dit zal plaatsvinden in de Deventer Schouwburg.